Dit is een plassie, jongen, maar ja, dit windje maakt het wel weer leuk natuurlijk. Wel iets van een starteiland gehoord, laat ik het zo zeggen natuurlijk. Ik had niet verwacht dat het zo zou zijn, dat eigenlijk heel alles compact op het hele eilandje was. Dat heb ik helemaal niet echt gerealiseerd. Nee, maar normaal gesproken is dit altijd de tijd van de Olympische Spelen, de Olympische voorbereidingen. Dus in mijn tijd kon ik er eigenlijk nooit heen. En nu ja, als Dix 61er hebben we eens tijd en gelegenheid om dat weer te doen. En daar is ook de steekweek voor natuurlijk. Hè? Dat je dus in die eenheidsklasse wedstrijden gewoon weer toch bij elkaar komt om af en toe een spelletje te spelen. Want het spelletje blijft leuk. Het was toch in de jaren 80 anders dan nu. We hadden natuurlijk maar heel weinig echt goede Nederlandse sporters op dat moment. En ja, dat was de bekomstigheid natuurlijk dat je alleen in Nederland 1, 2 en 3. Dus als je een keertje uitgebreid op tv was geweest, dan kon iedereen hier gewoon. En dan word ik eerlijk gezegd, wat is het nu? Ik was 22, dus 40 jaar later inmiddels, ja. Nog steeds heel erg veel aan herinneren. Dat is toch wel bijzonder eigenlijk. Maar dat lukt nog steeds, ja. Nou, afgelopen najaar, op deze klas in mijn gewisklas ook weer kampioen geworden. Dus het is een echt heel leuk internationaal veld. Met veel ex-Olympiërs er ook in. Van verschillende klassen. Want door al die generaties heen heb je nog heel veel verschillende klassen. Dus RSX jongens, Mr. Wanny zijn jongens. Dat zijn allemaal de Olympische plank geweest na de windkleider die ik opgevaren heb. En ook, ja, ook die Oostenrijker die op de rechter geworden had. Dus dat is heel grappig om dat toch weer bij elkaar te zien. Op dat die plank die nog ouder is als die plank waar ik Olympisch kampioen geworden ben. Want dit is echt de oerwindsurf.